inderdaad zijn schouder vast. Zien we ook vaak heel erg op de kop. En wat hebben we op de radio? Radio Rijnmond. Nee, ik ben geen dokter. Maar we kunnen wel vanaf hier zien dat het niet goed gaat met de maan. Van Idrissi naar net iets lager. Hij neemt hem aan nu. Lopez komt er overheen. Dan moet die bal eigenlijk even. Maar Idrissi gaat naar binnen toe. Lijkt het zelf te willen doen. Hij geeft hem af op Jan Baks aan de rechterkant. Veel belovende aanval. Wordt een hoekschop. Feyenoord, ja, toch wel het nadeel heeft dat het legioen niet optimaal is. Hè? Ik bedoel, al die vakken zijn leeg. Maar in de eerste helft heeft dat geen invloed gehad. Terwijl dat in sommige wedstrijden soms net dat drempeltje kan zijn. Hè? Zeker in zo'n tweede helft. Ja, Feyenoord, ik wilde zeggen misschien op jacht naar de vijfde. Maar de paas van Timber is niet goed genoeg op Alireza Jamaks, die er wel door was. Ik moet zeggen, normaal dendert Peters ook zoveel langs het lijntje, maar dat hoeft vandaag niet eens. Omdat het eigenlijk goed staat en de bal sowieso heel vaak ook over de linkerkant is gegaan. Ingooien nu aan de linkerkant van het veld. Links afslaan, daarna rechts afslaan. Knallen, wordt hij weggehaald door de rechtsback Gazi Begovic. Maar dan een beetje, right. Te pakken. Er lijkt wat te ontstaan, ook in het stadion. Hoge bal. Naar 300 voet. Rechts afslaan. Daarna links afslaan. Naar Pedersen in het 16 meter. Rechts afslaan. Daarna links afslaan. Idrissi dan teruggelegd op Timber. Veld combineert lang. Lopez over. De blik gaat er meteen achter staan. In de beginfase van deze tweede helft. Vijf minuten zijn we bezig. Links afslaan. Daarna houdt links aan. Wat mooi geweest. Weer een debutant die zou scoren. Dat was tegen Emmen het geval. Hè? Vier doelpunten toen van vier debutanten. Althans, vier eerste doelpunten. En nu zouden we het eerste doelpunt van Lopez hebben. Zo. Inmiddels aangekomen bij het laatste stop van deze vakantie. Cabana B. Woonkamertje. Suus het achter de deur verstopt. Slaapkamer. WC. Badkamer. En de kast. Dan gaan we eerst deze even doen. In de frigo. Arjen is het zelf dan doen. Hallo. Hallo buren. Lekker koelkast toch? Ja. Ja toch? Lekker man, lekker ruim hè. Heb je wel de airco gelijk even aangezet, want die stond er hier gewoon niet aan. Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, bij ons liepen een warme kamer in. Of zat hier? Ja, dat is, ja, bij jullie is wel een stuk frisser inderdaad. Hier is in de graden, zegt hij dat in de kamer is. Kijk of die bijkoelt. En dit is ons uitzicht. We gaan even de spulletjes pakken, denk ik. Dit zijn dat is geen Joffries. Nee, maar blaas nou wel koude lucht, gelukkig. Lukt die daar vanavond? Nee, ik voel hem hier vanaf blazen. Die kefjes, die kefjes. Voel je hem? Ja. Wat is dit dan? Dat is gewoon een kastje, vuiltje, vuilzak. Micro-golf. Even foto's maken. Dat is even weg. Wil ik de deur... Ja. Doe hem zo lopen. Iets met de Minions op tv. Prima. En van Sint-Augustin. Nou, we waren al in de hotelkamer geweest. Eindelijk was hij hem ook aangekomen. En al deze mensen gaan lekker weg. Psst. Oproepen. Ja,
ophoepelen, allemaal terug naar je hotel en naar huis. Wij gaan naar Horror Nights. De eerste. We gaan geen stay in stream doen. Maar we zijn er weer. Zin in. Ik wou net zeggen, zullen we even bij de Universal Studios Store naar binnen. Misschien dat hier mijn houttouw al te vinden is. Ja, hier is in ieder geval wel een houttouw. Rechts. Die popcorn bucket ook. So do we need to wait? Hammond ook. Nee. Simmons, Hammond heet het ook. Dit is hem niet, hè? Dat is hem niet, nee. Maar is ook wel een leuke op zich. Ik vind deze wel een koffer. Ja. Oh, hij stekt de panda. Of niet? Nee, Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Ook wel een panda, doet de helft goed. Met deze, oh. Ah, die is leuk. Zo. Donkey. Dat kan Disney nog wel van leren. Gewoon een beetje een normale prijs. 23. Nou, dat vind ik normaal voor die. Ja. De prijzen zijn hier een beetje minder dan. Hier trolls ook. Haha. Wat de handige portemonnee tasjes. Ja. 20 dollar. Huh? Nee? Waar is mijn vanje? Maar ook geen lanyard, schat. Nee. Ze heeft wel een heuptasje in die stijl, zeg maar. Classic. Ik zal even kijken. Zal die bestaan? Deze was niet in onze winkel, of wel? Ik zou een maatje kleiner nemen. Ja, dat weet ik, maar dan hangt maar hij nou, staat je op zich wel. Hangt geen XL. Staat hij me wel? Ja hoor. Staat hij me? Ja, dat klopt. Buiten het feit dat hij te groot is, is hij prima. Ja, ik vind hem fantastisch. Nou, we hebben dus als hotelgast een andere ingang. Backstage. Speciaal. Best leuk, is de bloembankgroep toch hier? Hier is wasbloembankgroep. Dus maar gaan we er hier zelfs al in. Nog iets nog beter? Alsjeblieft. Oh, ja. Dankjewel. Ja, je moet hier wel wachten. Maar goed, het is hier minder druk als. Ik weet niet goed. Ja.
Ik ga hem uitzetten, ja? Totdat ik binnen ben. Nog meer achterlangs. Dit is gelijk voor het eerste huis, Helblok. Geen idee waar we helemaal heen lopen. We gaan hier omhoog. En weer omlaag. Nou. Prima hoor. Het waait een beetje, het gaat zo een beetje stormen. Dus de kans is groot dat we vandaag wel één huizen doen. Hier was de eerste keer dingen toch? Hier, oh nee, was het de andere. Kijk eens. Dit zijn de rijen die we leuk vinden. Ja, ik mag binnen voor de rest niet filmen hoor, maar... Okay. Dat is nu. Maar er kunnen dus aardig wat rijen hier staan. Maar je staat hier in ieder geval wel droog en fris. Hier is nog iets. Het kan hier dus best druk zijn. Helblok, Vink, tof, super tof gemaakt weer. Nee, ik ben wel twee keer dat er eentje op is. Maar echt wel weer mooi gemaakt hoor. Ja, ik zal weer van de winkel kijken of de video. Ja, dan waren er twee keer dat ik om de hoek dat ik dacht van wel een beetje te stoppen. Super tof. Gewoon leuk weer. Even oriëntatie kwijt. Oké. Dat is een tribute song.
gezegd een kapotte dark rijdt. Ze hebben little boot tasjes, Suus, links. Ja. Die andere is ook wel gaaf. Staat je goed? Suske en Wiske en de heilige Halloween. Glitterman. Die wagen was gewoon nog leeg. Kijk, oeh. En daar ook spook. Nee, joh. Wat is er? 65. Hoe duur was die? 65. Vind ik op zich nog wel meevallen. Eigenlijk. Halloween lucht. Oh, hier zit Dingen zitten hier bij je, weet ze? Thomas. Thomas. Kom eens op. En hier, Jackie. Jackie inderdaad. En Sam. Dit is een setje. Hij is een Engelsman. Oké. Hekslix. En hoe krijg je dit? Door heel veel geld te betalen. Ja. Kitra. Je krijgt te veel uiteindelijk. Oh ja. Maar nog meer. Tom? Oh ja. Promis gevonden. Nom, 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 nom. Ja, niet van dit. Nee, van buiten. Van de enge buiten ding. We hebben nog 4 dagen. Ja, daarom. En ik zit eerlijk gezegd nog een beetje vol. Dus als ik wat proef, is het wat te drinken. Rubber Ducky. Voor een bad. Een ketting dan? Nee. Nou ja, dat is wel. Wauw. Zo. Hier. Wat hebben we er? Van die bienen. Van die bienen? Oh.
iPhone cases, no Android. Hi. Ik ga even af. Ik hoop dat we boven de muziek uitkomen. Want het geluid staat hier hard. Heel hard. Ik heb een liedje ook voor de rest niet. Zieke boem, zieke rat. Whatever. Maar we zijn met onze neus in de water gevallen. Zijn we niet eens in de boter? In de water. In het water, om precies te zijn. We zijn hier in een scare zone. Ik weet even niet de naam van deze scare zone. Maar hier is een gestrande parade. Vanwege de Pumpkin King, geloof ik. Of vanwege de snoepburgemeester, die zit daar ergens. We hebben dus net al één huis gehad. Als hotelgasten mochten we gelijk in één keer doorlopen. Dat was Helblok. Super mooi gemaakt weer. Dat gillen is overigens gewoon hier uit speakers. Maar het is gaan regenen. En niet een beetje. Het is ondertussen al wel iets minder zo te zien. Maar grote, dikke druppels. Van die echte vette units, zeg maar. We staan heel even te schuilen, want dat hebben we net gehad. En dat krijgen we nu. Dus het lijkt wel helderder te gaan worden. En Daan heeft net op de telefoon gekeken dat we op de rand van de bui zitten. Dus dat zou op zich ook prima uit moeten komen. Maar we gaan het... hier is het, kijk. Ik zit in de spiegel te kijken. En daar is de bui langs ons heen, dus... We gaan het zien. Daan zegt, is de overkant geen winkeltje, dan sta je meer droog. Volgens mij nog redden naar de overkant. Maar we wachten nog even. Dus dit is onze eerste horror night. In de regen.